Het Surinaamse bos heeft enorm veel potentie. Als we als land met de hoogste bosbedekking hieraan willen verdienen, zullen er goede projecten voorbereid moeten worden. Minister Silvano Tjanahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu zegt dat er in het verleden milieuverdragen zijn getekend, wat juist ertoe had moeten leiden dat de volle potentie van ons bos werd benut. De initiatieven zijn om diverse redenen verkeerd gelopen en het ministerie wil nu samen met buitenlandse hulp werken aan de verdiencapaciteit van ons bos. Eigenlijk staan we aan de vooravond. Ik heb gisteren nog een gesprek gehad met een van de potentiële financierders. En het ziet er naar uit dat wij binnen niet al te lange tijd toch al de eerste vruchten zullen kunnen zien van het beleid dat is ingezet. Ik kan u vertellen, of ik mag u vertellen, dat we dus heel binnenkort een memorandum of understanding zullen tekenen met een van de financierders. En dat als alles goed verloopt, dat we dan tegen november bij de klimaatconferentie in Engeland, dat wij dus al een ondertekening kunnen krijgen en waardoor zeg maar wat u noemt het maagdelijk bos geld kan opleveren, dat zal gebeuren. De bewindsman zegt dat er veel verwachtingen zijn om geld te verdienen met ons maagdelijk bos. Echter moeten goede voorbereidingen worden getroffen alvorens er financiering kan komen voor de milieuprojecten. Ik denk dat er vrij veel is gedaan op het gebied van milieu. Het is niet zo goed merkbaar in onze gemeenschap, omdat nou eenmaal het onderwerp van milieu wordt overschaduwd door andere zaken, zoals COVID, de economische crisis, al die crisis waarmee we nu dealen. Helaas. Maar er is vrij veel gedaan op dat gebied. Het is niet waar dat Suriname weinig verdragen heeft getekend. Het zijn gewoon, mensen lezen vaak de berichten van andere landen die gefinancierd worden, maar heel vaak vertellen ze niet dat er een traject aan vooraf is gegaan. Ik heb in de assemblee ook aangegeven dat Guyana bijvoorbeeld, die vaak als voorbeeld dient voor mensen, sinds 2009 bezig is en ze hebben fouten gemaakt. Wij zijn nu bezig om met technici uit Guyana bijna wekelijks in overleg om na te gaan welke fouten zij hebben gemaakt, zodat wij die fouten niet hoeven te herhalen. Dus ik denk dat de verhalen heeft het bos van ons potentie ongetwijfeld. Het bos van ons heeft enorm veel potentie, maar wij moeten ons ook voorbereiden daarop. We moeten die capaciteit gaan opbouwen om projecten te initiëren. Dat is heel belangrijk en dat zullen we binnen het ministerie binnenkort ook aanpakken, heel breed. Al dus de bewindsman van Milieu.